En dat is ons doel, hè? Mensen gelukkig maken, mensen een fijne woonplek, werkplek bieden. En dat doen we nu. En dat moet dan ook blijven staan natuurlijk, want het gaat hartstikke goed. Stichting Open Door biedt zorg voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ondanks het coronavirus blijven ze positief en verwachten ze dit jaar genoeg activiteiten te kunnen organiseren. Wij zijn de stichting voor mensen met een verstandelijke beperking en sommigen ook met een lichamelijke beperking. En wij bieden hun dagbesteding, wonen en logeren. Kijk, wij zijn hier van het positieve en we lachen graag elke dag. En dat is ook afgelopen jaar geweest. Alleen, corona maakt het allemaal wel een stukje moeilijker natuurlijk. En zeker voor onze doelgroep, corona is erg, maar de maatregelen zijn ook moeilijk. Dus daar is steeds een weg in zoeken wat nog wel kan. Maar gelukkig is dat nog veel en hebben we het nog leuk gehad met elkaar. En hier staat een groepje met de dieren, het buiten doen, in het groen. Dat noemen we ons groengroepje. Binnen een groepje bezig met huishouden, een groepje bezig met creatief. En we hebben eigenlijk een groepje dat normaal bij Albert Heijn in Kaatsheuvel of bij het Moske in de Moer aan de slag gaat. Maar dat kan even niet met corona, dus die zitten hier ook creatief te doen. Nou, we staan hier nou met z'n vieren. Hoe ziet jullie dag er allemaal uit? Leuk. Leuk. Ja, leuk, zeker. Leuk. En wat moet je doen vandaag? Dagbesteding. En wat ben je aan het doen daar? Verven en... tegen de raam aan het verven. Ik zag ja, hij is een spiegel aan het verven. En wat doe jij? Vogelhuisjes maken. Nicolette, wat doen wij met die kippen? Eten geven. Wij hopen vooral dat we dit jaar weer wat mensen dichterbij kunnen halen.